Alright. Oké, Piet, welkom. Dank u. Ja, de grootste oplichter van België. Nee. Van de wereld. De allergrootste meesteroplichter van de wereld. Niet van België, niet van Nederland, niet van de Schengenlanden, maar van de ganse wereld. De ganse wereld. Dat is een mooi goede statement. Ja, zeker. Maar wanneer is dat dan begonnen? Gewoon, natuurlijk, ik moet je ook al direct erbij vertellen, de titel van meester oplichter is eigenlijk uitgevonden door de beeldende en de schrijvende pers. En ik noem de beeldende en de schrijvende pers ook vaak een moordende pers. Omdat, als je mensen die mij kennen, ja, die zeggen dan wel een keer, ja, wat heb jij met oplichting en te maken? Wie ligt wie op? Wie is de grootste meester oplichter? Dus op een gegeven ogenblik moet men zich toch een keer de vraag stellen, ja, hebben we hier wel echt te maken met de allergrootste meester oplichter van de wereld? Ja. Okay. Nu, hoe is dat begonnen? Om op uw vraag te antwoorden. Ik was een jongen van ja, amper 13 jaar. En zonder dat er PMS-testen werden afgenomen, werd ik naar het BLO Buzo-onderwijs gestuurd bij de Broeders van Liefde op Gent-Zwijnaarden. En op een dag moest ik een aantal Broeders van Liefde en kalenders verkopen voor het goede doel. Ik herinner mij dat één kalender was 15 Belgische frank. En ja, mijn vader was technisch tekenaar naar Bruggen en Wegen. Bij het ministerie van Openbare Werken. En mijn mama was een verpleegassistente in het Bijloeke ziekenhuis in Gent. Ouders waren heel goed gefortuneerd. Maar ja, ik ben geboren als eerste van een drieling. En mijn twee zussen zijn één eigen tweelingen. Ik was eigenlijk een ongewenst kind, dus zakgeld kreeg ik niet. En om dan terug te komen op die schoolkalenders, die moesten we verkopen voor 15 Belgische frank. En ik herinner mij dat ik ze in die tijd, dat ik er al in slaagde om die kalenders dan te verkopen voor 25 euro. En de leerlingen die hadden er 3 of 4 verkocht. Ja, ik had er op een weekend 9000 verkocht. Oh, wauw. Dat is wel. En natuurlijk, ik heb toen de opbrengsten in mijn eigen zak gestoken. Dat was natuurlijk, dat is niet zo goed, maar ja, ik had geen andere keuze, want ik had geen enkele vorm van inkomsten. Waar moeten ouders zakgeld meegeven aan hun kinderen als ze naar school gaan op internet? Maar goed, ik heb nooit een eurocent of een Belgische frank van mijn ouders meegekregen. En klopt het dat ze je opsloten in je kamer zonder speelgoed? Ik ben jarenlang, wanneer ik in het weekend bij mijn ouders dan ben thuisgekomen, dan werd ik hermetisch op een slaapkamer opgesloten. Daar stond juist een bed. Daar stond een lavabo. Het water van de lavabo was afgesloten. De verwarming was afgesloten. En ik heb toch ook een paar keren meegemaakt dat ik in een hete zomer had ik heel veel dorst, maar ja, er was geen drankvoorraad of ik had geen drinken. Ik heb een paar keren ook meegemaakt dat ik mijn eigen urine heb opgedronken bij gebrek aan andere middelen. Zo ver ging het? Zo ver ging de waanzin. Dus eigenlijk komt het vanuit een punt van dat u voor uzelf hebt moeten zorgen? Ik heb voor mezelf dus moeten zorgen. U mag gerust weten dat ik als minderjarige de ouderlijke woning op een gegeven ogenblik ben weggelopen en dat ik dan in Knokken ben gestrand en dat ik 's nachts in liften heb geslapen bij gebrek aan onderdak. En dat was dan toen je 16 werd, ongeveer 16, 17? Nee, ik ben al de school weggelopen vanaf mijn 13 jaar met een pauze. Dus het is eigenlijk al begonnen op hele vroege leeftijd, op 13 jaar. En het is ook zo dat ik, ik heb ooit gewerkt in Knokken als minderjarige in een tea-room in de Picardie. En ik leerde daar een dame kennen, die was heel gefortuneerd. Die was eigenaar van een zeepziedrijffabriek, de NV Wermiek Enteco. En ik heb 6 maanden gewerkt voor die tea-room.
Op een bepaalde dag zegt die dame tegen mij: meneer, je mag uw vakantiejob laten voor wat het is. Ik betaal u het negendubbel uit. Ik zeg: ja, maar mevrouw, ik heb geen inkomsten. Ik ben weggelopen van mijn ouders. Ja, maar dan zegt ze: maak u niet druk. Ik doe het nodige. En die vrouw heeft mij toen 1 jaar op hotel laten slapen in Knokke. Nu op 1 april 88, om geen verhaal heel kort samen te vatten, heeft die dame zelfmoord gepleegd op het ogenblik dat mijn ouders wisten dat ik een fortuin kreeg, heb geërfd. Ik ben een heel zware astmapatiënt. Die heeft mijn moeder mij de astmaverstuiver afgenomen. Er bestonden toen in Knokken nog geen mugambulances. En ik kreeg toen een levensbedreigende status astmaticus met hartstilstand. Men heeft toen een mughelikopter laten komen uit Brugge. En men heeft mij toen gereanimeerd, geïntubeerd. En toen ben ik met een mughelikopter overgevlogen naar Sint-Jan Ziekenhuis in Brugge. Mijn ouders wilden mij dus eigenlijk dood hebben om dat fortuin dan te kunnen verkrijgen die ik had geërfd, had gekregen van die dame die een zeepgieterijfabriek had. En dan als je 18 werd, had je dan volledig contact met je ouders verbroken? Of? Nee, ik ben al op minderjarige leeftijd heb ik het contact... Van dan al, van 13 toen je vertrokken bent. Toen kreeg ik ook eventjes een tijdelijk onderdak van een toenmalige TV1 omroepster bij de toenmalige BRT. Zij noemde Rita Boulaert. En Rita Boulaert woonde altijd op de Zonnelaan 18 in Knokke. Zoals u waarschijnlijk weet, ik heb een olifantengeheugen. Haar telefoonnummer is 050 61 43 44. Zo. Dus dat was wel een heel grappig iets. Dus als kleine jongen kwam ik al binnen op de Rijenslaan en kende ik zowat alle kantoren en bureaus binnen de BRTN. Nu heet dat, zoals u weet, de BRT. Ja, zo. En dan één keer als je dan volwassen bent, 18, 19, 20 jaar, wat deed je dan? Toen ben ik als minderjaar ben ik dan gevlucht naar Amsterdam. Daar heb ik dan een tijdje gewerkt op hoofdkantoor van de ING-bank. Heb ik ook een getuigschrift van gekregen. Wat deed u dan bij de bank? Ik werkte daar bij de afdeling expeditie en ik moest alle binnenkomende post brengen naar alle locaties binnen de bank. Ook als er dus effecten en obligaties en waardetransport binnenkwam, dan had ik ook met een speciale badge toegang tot de kluiskamer van de ING-bank. Zo, ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. En waarom dan gestopt? Ja goed, op een gegeven moment heb ik dan ook nog een paar weken voor de groep Accor gewerkt als medewerker op het Ibis Hotel Schiphol, als medewerker van de huiskeeping. En daar heb ik ook nog een getuigschrift van gekregen dat ik die werkzaamheden naar volle tevredenheid heb uitgevoerd. Ja, en op een gegeven moment is het welletjes en geweest en ben ik dat dan toch ook mee gestopt, ja. Ja. Zo één verhaal vind ik... Oh ja, het zijn echt geweldige verhalen, hè, wat er allemaal gebeurd zijn. Maar één van de verhalen was dat jij je had voorgedaan als procureur-generaal. Ja, ik heb mij ooit uitgegeven in Brussel bij de hoofdkazerne van de federale politie. Dat noemde toen de toenmalige top van de Rijkswacht. En ik heb toen gezegd van kijk, ik ben procureur-generaal in Gent en mijn ambt vordert een Puma-helikopter op. Om te vliegen, een inspectievlucht te doen boven het gevangeniswezen van Brussel, Gent en Brugge. En binnen de 15 minuten was ik al met die helikopter van de federale politie aan het cirkelen boven België. Hoe lang heeft dat geduurd voordat ze dat horen? Ja, op een gegeven ogenblik herinner ik mij Daniel de Kranen was de man van het transmissiecentrum. En mijn manden en die had mijn stem herkend en toen hij mijn stem hoorde, toen was ik eigenlijk al verbrand. Maar tegen dat hij het dan te weten was gekomen, was ik al terug veilig geland in Brussel en was een vogel al gaan vliegen. Maar ze hebben nu uiteindelijk wel opgepakt, hè? Nee, ze hebben mij daar... Want ik had zo een videootje gezien waar ze je al gearresteerd en meepakte. En dat je zei van vanaf nu, ik neem ontslag als procureur-generaal. Nee, dat was op de rek. Dus ik moest mij voor die feiten, dat noemt aanmatiging ambten en titels, dat ik mij heb schuldig gemaakt. En ik moest mij toen verantwoorden voor de rechtbank van die snelweg in Gent. Voor die feiten. En toen heb ik voor de camera's van de VRT, voor Caroline van den Bergen, de journalisten, heb ik toen gezegd, ik neem erbij ontslag als procureur-generaal. En toen
alsof het overkwam dat de burger zag een procureur-generaal die aangehouden is en die toch ontslag neemt. En hoe, hoe voelt je je op dat moment, als je dat kunt doen? Ja, dat geeft een enorme kick. Ik heb bij al het fratsen die ik in mijn leven heb gedaan, heb ik nooit kwaadaardige en bedoelingen gehad. Ja. Ja. Het was altijd gewoon puur geldgewijs of... Ja, want waarom... Nee, ook niet, want hetgeen wat ik eruit haalde, dan gaf ik al als een Robin Hood uit. Natuurlijk, een van de mooiste zaken die ik ook nog heb gerealiseerd in België, natuurlijk het laatste nieuws, de krant van DPG, die schamen zich natuurlijk dood om dat uit te brengen. Maar goed, jullie krijgen van mij vandaag een primeur. Ik zal jullie het volgende zeggen. Op een bepaalde dag kreeg ik in de weekend editie van het laatste nieuws, een cover en een dubbele pagina. Zelfs een Trump krijgt in België geen cover en geen dubbele pagina. Maar goed, iemand zoals mij wel. En ik wist dat deze krant werd gedrukt door de drukpersen bij DPG in Lokeren. En natuurlijk, het laatste nieuws is heel goed beveiligd met 14, 15 mensen van de security. En ik kom daar met een S400 aangereden bij de drukkerij van het laatste nieuws. Ik zeg, ja goed, ik ben de directeur-generaal. Kan u hier onmiddellijk de slagboom omhoog doen? Ja, meneer de directeur-generaal, een ogenblikje. Ik rij met het voertuig tot aan de drukpersen. Het was ongeveer 20 na 12, na middernacht. Ik heb toen een paar duizend exemplaren van het laatste nieuws van de krant, waarin dat ik dan stond op de cover en met die dubbele pagina, heb ik rap laten laden in de Mercedes en weg was ik. Opeens begonnen dan s'nachts die mensen van de security hun krantje op hun gemak te lezen. En ik zei, wij zijn verschalkt door een grote meester. Oplichters hebben toen de toenmalige journalist die met het laatste nieuws nog geen beschreef, José Marcelin, hebben ze toen opgebeld aan de hoofdredacteur. Men wou daar dan mee uitpakken, maar ze hebben gezegd, nee, laten we dat dan toch maar niet doen. Want ja, als DPG, als de krant laatst iets, maken we ons dan wel echt belachelijk. Dat zoiets zich even kunnen voordoen. Ja. Maar je hebt u ook eens gezegd dat je de zoon waart van koning Albert. Ja, wel, ik stond wel een keer voor een rechtszaak in Brugge, moest ik mee verantwoorden. Ik zeg maar voor de rechter, excuseer mij. Maar ik wens dat de zitting wordt geschorst, want ik ben onschendbaar. Ik ben de zoon van koning Albert. En ik wil de rechtbank verzoeken dat u eerst DNA-afname laat doen, ten einde te kunnen vaststellen dat ik, jawel, daadwerkelijk de zoon ben van koning Albert. En dat hebben ze moeten doen dan, of? Nee, dan, uiteraard heeft de rechtbank even de zitting geschorst, maar ja, zijn ze daar niet op ingegaan, omdat iedereen ondertussen wel ook weet wie Piet van Hout is en wie al dan niet de echte zoon is van koning Albert. Ja, oké, okay, ja. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar je komt er altijd wel mee weg, hè? Vrij makkelijk toch? Ik kom er altijd mee dus weg, omdat ik een overdosis aan lef heb. Ik heb ook een overdosis aan overtuigingskracht. En ik weet ook hoe je de persoon in zijn psychische geest individueel moet hem benaderen. Een advocaat van Massen, die mij toch 37 jaar bijstaat, die zegt wel een keer, die jongen heeft een zesde, zevende, een zintuig. Hij heeft een haven die niemand anders heeft. En moest die jongen ooit die gaven op een goede, positieve manier van in het begin hebben gebruikt, dan was het de allergrootste zakenman die België ooit heeft gekend. Dat is wel mooi om te horen. Maar ergens ook wel jammerlijk. Ja, kijk, u moet weten, misschien komen we daar straks in die uitzending nog even op terug. Ik ben natuurlijk in België door meer dan 35 gerechtspsychiaters onderzocht. Dat zijn dan, ja, natuurlijk iedereen mag zich in België gerechtspsychiater noemen. Natuurlijk heb je met die deskundigen één of twee keren een gesprek. Dan moeten ze een deskundige een verslag maken over u. Dan zeggen die deskundigen van ja, kijk, deze man is op intelligentiegebied uitgesproken debiel.
heeft het verstand van een kind van 8. En die heeft een IQ van 33. En de man is voor zichzelf en voor de openbare orde een gevaar. Op het ogenblik dat hij strafbare feiten pleegt, bevond hij zich in een ernstige staat van krankzinnigheid, zwakzinnigheid en ernstige energische stoornis. Kan hij er niets aan doen? En mogen we die man niet voor zijn daden veroordelen? Want deze man moet levenslang geïnterneerd worden. En dan kan er voor zo iemand een maximum harmreductie naar beveiligingsmaatregelen beoogd worden. Dat wil zeggen, opsluiten en de sleutel weggooien. En nu komt het. Ik ben dan als gek, als krankzinnige, word ik dan verklaard. En op 4 november 2003 is het zo dat ik de allereerste Belg ben die in persoon bij het Hof van Cassatie een cassatiearrest met verbreking op mijn naam en tegen de Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Gent heb gerealiseerd. Magistraten, advocaten staan voor raadsel. Die zeggen, hoe kan dat? Iemand met BLO-BUZO-opleiding zonder dat hij rechten heeft gestudeerd, die heeft hier een cassatiearrest met verbreking, waar 94% van de topadvocaten in België niet eens in lukt, overwegende dat het afgewezen wordt als onontvankelijk of ongerond. Ik zal u een ander voorbeeld geven. Ik word voor de zoveelste keer aangehouden en mijn advocaat, Jeff Vermassen, zegt, Piet, ik ga mij voor de Gentse Kamer van Inbeschuldigingsstelling, voor de KI, ik maak mij niet belachelijk, u bent een onverbeterlijke recidivist, zullen de magistraten zeggen. Zij zullen u in deze case van het onderzoek, zullen zij u niet meer vrijlaten, niet meer voorlopig vrijlaten. Advocaat Vermassen zei, onbestaande. Ik zeg tegen advocaat Vermassen, dan doe ik het wel zelf. Ja, ik heb toen 4 uren ik gaan pleiten voor de KI in Gent. Ik heb toen 26 pagina's conclusies en besluiten heb ik neergelegd. En het Hof heeft daar uren over beraad geslagen. En dan op 10 december heeft de Kamer van de Inbeschuldigingsstelling in Gent mijn vrijlating bevolen en op 11 december 2002 stond dan in alle kranten op de cover allergrootste meesteroplichter van België en pleit zichzelf vrij zonder advocaat. Ja, ook dit was, was een mega stunt. En waarom verdedigt Jeff Vermassen altijd toch wel een van de beste advocaten in België? Wel goed, ik doe al meer dan 35 jaar op advocaat Vermassen beroep, omdat hij een kundig een advocaat is. En omdat ik ook als kleine jongen altijd een fan was van hem. Dus ik had altijd en gedroomd, ik wil ooit met Vermassen in de beeldende en de schrijvende pers komen, wat mij ook, zoals je wellicht ook wel weet. Dat was al van vroeger. Ja. Dat was al van vroeger dat je opkeek naar Jeff Vermassen. Trouwens, zoals je waarschijnlijk ook weet, Vermassen heeft een aantal boeken geschreven. Een van zijn laatste boeken is Meester, ik heb geen tranen meer. En in zijn boek op pagina 407 staat dan weer een hoofdstuk over mij en over Pietje Bremenietje. Dus advocaat Vermassen heeft een zeer mooi, aangrijpend hoofdstuk over mij ook geschreven. Positief boek, of negatief? Een heel positief boek. Heel positief, ja. En mag je ook wel op prijs geweest, hè? Ik zie een foto van u met hem en zijn vrouw in een vliegtuig. Wel, kijk, ik heb hem wel een keer ook begeleid. Ik kan u zelfs dus meedelen dat ik zelfs het dossier van de Benne van Heijvel heeft hij mij ooit gevraagd om dat na zijn buitenverblijf in Spanje over te vliegen. Ik zweer u, ik heb het dossier niet ingekeken, omdat ik vertrouwen is voor mij heilig. En ik kreeg dat vertrouwen ook van hem. En ik heb hem dan het dossier van de Benne van Heijvel heb ik hem dan overgevlogen naar Spanje. Ja, damn, zo dan. En dan niet ingekeken. Ik zeg u, ik heb dat niet ingekeken. Ik had de mogelijkheid om dat dossier in te kijken. Ik heb dat dus niet gedaan, omdat ik voor deze man een heel groot respect heb.
Het gaat misschien iets verder als een, gewoon een advocatenrelatie, gewoon vrienden. Ik heb hem altijd, ik heb altijd een advocaat-cliëntenrelatie met hem gehad. Ik ben ook een heel regelmatig ook zijn chauffeur geweest. Ik heb altijd ook in hem een vaderfiguur gezien die ik altijd in mijn leven heb gemist. En natuurlijk in de hele vele gesprekken die ik met advocaat Van Massen heb gehad, ook wanneer wij onder de baan zijn, zei advocaat Van Massen altijd tegen mij, en Piet Jong, misdaad, dat loont niet. Wij gaan van nu een andere mens maken. En hij heeft daar heel veel energie in gestoken en toch wel met een succes. Ja, en dat verhaaltje, want ik zie dat vaak in artikels, dat je je voor had gedaan als prins van Saudi-Arabië. Klopt dat? Nee. Ah, nee, dat klopt niet. Dat stond in... Dat is verzonnen. Dat is verzonnen. Want ik vond het al raar hoe dat was... dat was uitpakken. Nee. Want ik zal u eerlijk zeggen, ik ben enkel de Nederlandse taal machtig. Ik spreek zelfs geen buitenlandse talen. Ah ja, oké. Okay. Ja. Wat is nu eigenlijk de zotste truc dat je al hebt uitgehaald? Goh, kijk, ik weet niet of het de zotste truc is, maar wat ik toch wel heel grappig vind, ik ben de enige gedetineerde in de wereld die men ooit heeft opgesloten. U mag dat gerust weten. Ik ben ooit van 26-8-1997 tot 3 oktober 2001 opgesloten geweest in het penitentiaire complex te Brugge. En ik heb toen mijn eigen wijs gemaakt. Nooit zal ik overdag mij bevinden in mijn cel. En wat heb ik daar nu op gevonden? In België zijn er ongeveer 16.500 advocaten. En in die 4 jaar opsluiting heb ik zowat al de advocates, want ik hou van mooi vrouwelijk schoon, uiteraard, heb ik zowat alle vrouwelijke advocates uitgenodigd in de gevangenis van Brugge. Uiteindelijk zijn er Uiteindelijk zijn er toch een paar duizend vrouwelijke advocaten mij komen bezoeken. Zij wisten dat ik kikte en geilde op strakke broekjes van Seven, op Levi's Vivants, op lederen broekjes, op broekjes in latex. En ik dicteerde de advocaten in welke outfits ze mij moesten en komen bezoeken. Ik heb gezegd van kijk, ik heb ze aangeschreven. Ik heb gezegd van kijk, bij aankomst zal ik u een garandeerde bankcheck geven van 5000 euro voor eenmalige bespreking. En dan is het aan u om te oordelen of u mij al dan niet zal bijstaan. Nu op een gegeven moment komt advocaat Van Massen mij bezoeken in de gevangenis van Brugge en zegt de bewaker, de penitentiaire beambte en de cipier zegt tegen meester Van Massen: welkom in het bordeel! Hoe zegt Van Massen? En hoe bedoelt u? Wat is dit nu? En toen zegt de bewaker: ja, meester, wij moeten nu toch vertrouwen, iets zeggen. Dit is er nu al een aantal maanden bezig dat uw cliënt er is slaagd van 's morgens 7 uur tot 's avonds 21:30 zowat 13, 14 vrouwelijke advocaten per dag te doen bezoeken. Op zondagen, feestdagen, op kerstdagen, op oudjaarsavond, op nieuwjaarsdag, op kerstdag, 7 dagen op 7. Bij mijn weten ben ik de enige in de wereld die dit voor elkaar heeft kunnen krijgen. Maar kunt je dat ook bewijzen? Of? Als je de uitzending bekijkt op Telefax, dan hebben ze zelfs de bezoekerslijsten van de gevangenis van Brugge ook uitgezonden. Normaal is dat interne informatie. Ja. Nu heb ik bij de minister van Justitie dus toen de wet van de openbaarheid van bestuursdocumenten ingeroepen. Dan waren zij verplicht om mij een uitwerksel te geven uit acties, uit de gegevensbank van het penitentiair complex, waar alle namen, datums, uur van aankomst, uur van vertrek van al die vrouwelijke advocaten ingenoteerd staan. Oh, wow. Oké. Okay. Je reist heel veel, hè? Ik reis heel regelmatig. Heel vaak naar het buitenland.
Wel, ik heb ook al een keer een wereldreis gemaakt. Dus ik heb, er was ooit een penitentiair bewaker werkzaam in de gevangenis van Brugge, Luc de Waele. En die man zegt tegen mij, mijn dochter is wonende in Melbourne. Ik zeg dat tegen hem, ik zal de vlieger nemen om een tasje koffie te drinken met hem. Maar daar, ja, zegt de bewaker, droom maar verder. En geloof maar verder uw eigen fantasie, leugens. Ja, kijk, binnen de 24 uur was ik vertrokken en ben ik aangekomen in Melbourne om een tasje koffie te drinken met deze dame. Ja. Dus mensen moeten mij niet uitdagen. Ze mogen mij uitdagen. Ze mogen zeggen, dit lukt je nooit. Ja, dan zal ik toch altijd trachten om het tegendeel te bewijzen. Kijk je daarop? Het geeft toch wel een zekere een voldoening en ook wel een kick dat dit kan. Maar je spreekt geen Engels of wel? Ik spreek geen Engels, maar zoals je weet, op iedere moderne smartphone vandaag heb je een Google Translate. Ja, en dan gebruik je dat om te communiceren. Ook een plan trekken. Ook veel private jets en zo, hè? Ja, ik vlieg ook regelmatig met een private jet. Natuurlijk, ik ben niet dom. Een vliegtuigticket in business class, dat kost vandaag al behoorlijk veel geld. Wat doe ik nu? Weinig weten dat. Staat ook in het boek van advocaat Van Massen. Meester, ik heb geen tranen meer. Ik wacht tot de allerlaatste om een vliegtuig in te stappen. Ik stap in en ik geef dan de halse zak 15 kilo Belgische bonbons van de beste kwaliteit en 13 flessen goede champagne geef ik dan mee voor de halse crew van dat vliegtuig. En dan is het zo dat ik 7 op de 10 keren word ik dan door de kapitein uitgenodigd, die dan via een purser zegt, u mag meneer Van Hout uitnodigen om het opstijgen en het landen mee te maken in mijn cockpit. En meneer Van Hout mag dan de verdere vlucht, mits er beschikbaarheid is, mag hij dan doorbrengen in business class. Ja, dan vlieg ik wel gratis in business class. En dan werkt elke keer? Of gewoon? Zoals ik zeg, 7 op 10 keren. Ook toen er daar vliegtuigen werden neergestort in Amerika met die aanslagen, ook op die moment had men toch nog het vertrouwen in mij. Trouwens, er staat ook toen die de reportage is geweest op hajen.be, die zesdelige reeks, was er ook iemand die schreef, die dus toen bij de rechtbank werkte, die toen als commentaar gaf, beseft u wel wie u in de cockpit laat? En de kapitein wees die toenmalige rechtswacht erop. In mijn vliegtuig ben ik hier baas. Ik draag de eindverantwoordelijkheid. En Van Hout blijft hier zitten. En komt u dat vaak tegen bijvoorbeeld? Mensen die dan achterkomen, hè, wat u allemaal heeft gedaan. En die u dan anders bekijken of benaderen? Ik word heel veel erkend. Mensen die herkennen mij nu eenmaal. Maar mensen zeggen direct, ja, zeggen ze, u wordt ons afgeschilderd als de grootste sociopaat en psychopaat en meesteroprichter. Maar wij zien niet eens het beginsel dat zo is. Want u strooit overal met geld. U laat overal grote fooien achter. Dus mensen zeggen dan wel een keer, meneer, beseft u wel hoe dat er over u wordt geschreven in de beelden en de schrijvende pers, overwegende dat wij toch een totaal andere waarheid ontdekken. Ja, heb je de Tinder-swindler gezien? Ja, en ik heb dat bekeken. En ik heb wel een keer medegedeeld dat ik 100 miljard keer erger ben dan hem. Hij is een amateur. Hij is een amateur. Er is ook een heel mooie een anekdote. Ik weet niet of u die naam kent. Er is een dame en zij schrijft regelmatig een column voor de morgen. Haar naam is Julie Kartmeijer. Ik weet niet of je die dame... Dat zegt naam komt mij bekend voor. Ja, maar, en die dame heeft ook bij de verschijning van dit boek een column geschreven over mij. En de dame dat ze schreef, als Van Hout deze column leest, zijn er een aantal mogelijkheden. Ofwel is hij op mij heel boos. Ofwel gaat hij alle kranten en de morgen
opkopen. Ofwel gaat hij mij belonen als ik de man ooit in mijn leven misschien is zal tegenkomen. Nu, geen toevallig, een aantal maanden terug, kom ik die dame tegen bij een boekenbespreking bij Dasmach in Amsterdam. En ik heb haar dan in het ambassade hotel heb ik haar getrakteerd op een ochtend ontbijt. Ik heb haar dan de volgende dag teruggebracht naar België. Dan zijn wij in Antwerpen in het dat heel nieuwe vijfsterren hotel, de Botaniek. Ja. Ja. Daar zijn we dan heel rijkelijk in de sterren en restaurant gaan dineren. En die Julie Kapmeijer, die zei toen, ja, zegt ze, ik heb je nu heel de weg en in Amsterdam geobserveerd. Zegt ze, ik vind niet dat u de man bent zoals u wordt afgeschilderd in het boek, de allergevaarlijkste en meest oplichtere sociopaat en psychopaat. Zegt ze, ik vind u eerlijk een heel aangenaam, rustig en sympathiek persoon. Stoort u dat? Het stoort mij regelmatig dat mensen een verkeerd beeld hebben van mij. Dat doet mij er is pijn. Ze zeggen maar een keer, een psychopaat heeft geen gevoelens, is een narcist, is een... Nee, het doet, dit doet wel pijn. Maar ja, goed, de mensen die mij kennen, ja, die weten wie ik ben. Die weten ook hoe ik ben. En die hebben voor mij ook alle sympathie over. Zijn je ooit al eens verliefd geweest? Nee, maar ik heb altijd ik heb altijd ook medegedeeld, liefde, vriendschap en geborgenheid koop je niet met geld. Nu, veel mensen weten dat. Wanneer je iemand leert kennen, of veel mannen hebben altijd de bedoeling of het doel of de bedoeling dus om met een smoesje rap het bed te kunnen induiken met een dame en dan hun gelusten bevredigd en te zien en dan zijn ze weg en dan hoort die dame daar nooit meer iets van. Ik kan u meedelen, ik begrijp me niet verkeerd, ik ben geen homo, ook al zou daar niks mis mee dus zijn, want iedereen heeft het recht in onze maatschappij om te zijn wie hij is, of hoe hij is, of hoe men zich voelt. Maar ik kan u meedelen, ik ben vandaag, ik ben geboren in december 68, ik ben 54 jaar, en ik heb nog nooit het bed gedeeld, seksueel en contact gehad met een vrouw. We zeggen maar een keer, en Pietje Vreemdietje is bang van de meisjes, van de dames. Ja. Dat is natuurlijk ook allemaal een reden, maar er zijn natuurlijk duizenden aan die vrouwen die dus tegen mij zeggen dat ze het zalig vonden om met mij een dagje te gaan stappen. En dat ik dan de eerste man ben in hun leven, zoals een Hilde die een topmakelaarsbureau heeft. Ja, zegt ze, u bent de eerste man in mijn leven die mij niet heeft aangeraakt. Is er dan geen gemis langs uw kant? Ja, maar ik zeg altijd alles op zijn tijd. En natuurlijk, zoals u weet, ik ben niet dom. En ik kijk altijd aan de vogel uit de kat. Een man met veel geduld. Een man met heel veel en geduld, ja. Je hebt gezegd dat je door 30 gerechtspsychiaters hebt 33 of 33 onderzocht geweest. Ja. Hebben die ooit je een reden gegeven waarom dat je geen seksuele of niet verliefd kunt worden? Jawel, ik kan wel verliefd worden, maar zoals ik al eerder zei, alles op zijn tijd. En je hebt vandaag in onze maatschappij van die onheidsstands en dit en dat. Ja, is allemaal niet besteed aan mij. U moet ook weten dat ik in mijn jeugd geen trauma's heb opgelopen. Dat ik ooit bij de Boetes van Liefde op Gentswijnaarde het slachtoffer werd van seksueel en geweld. En dit moet ook allemaal overwerkt worden. Ja, dat is normaal. Ja, ja, zeker, dat is waar. Ja. Nu op dit moment, wat ik gezien heb in de documentaire, en noemen ze geldezels.
dat je... Wat is een goed oordeel, wat is een geldezel? Wel, een geldezel is bijvoorbeeld dat je een creditcard of een rekening van iemand anders gebruikt en dat je daar dan geld laat opstorten, waardoor dat je dan nooit zelf kunt aangeklaagd worden. Nee, kijk, dit is niet juist. Wat is het dan wel juist? Er zijn natuurlijk een aantal mensen die bij mij een grote sympathie hebben. En er zijn mensen die ik regelmatig moet brengen naar luchthavens, naar daar en daar. En dan geven mensen wel een keer een bepaald bedrag voor bewezen dienst. Of sommige mensen zijn zodanig goede van dat ze zeggen, hey, jong, pak de kaart mee en dan gaan we lekker shoppen. Bij mijn weten heb ik daar nooit geen misbruik van gemaakt. Dat is uw inkomen dan? Nee, mijn inkomen is ook... het volgende, ik geef regelmatig ook lezingen en ik geef ook regelmatig voor universiteiten en springbeurzen, waardoor ik daardoor wel ook een en ander dat wil krijgen. Maar ik heb wel een luxueus leven, hè? Het is wel leuk, ik bedoel, mag hè? Goh, mag, hè? Maar... Wat is een luxueus een leven. Kijk, mensen zeggen direct, deze man rijdt met een Lamborghini, Urus rijdt met een Lamborghini, Aventador. Ja, en dan zeggen ze, ja, kijk, hij heeft geld, hij is rijk. Ja, als de familie Azimi of Sassan Azimi een wagenpark heeft en die man zegt, ik heb vertrouwen in u, u bent de enige die met respect met de auto's rijdt, pak die auto's mee. Goed, kan ik daaraan doen? Nee. En dan mag ik daarmee rijden en tanken op kosten van de zaak. Ja, dat is geen mooi dus meegenomen. Maar dat betekent dat daarom nog niet dat ik de eigenaar ben van die auto's. Ja, oké. Hetzelfde dan met die kaarten. Ja, er wordt natuurlijk veel overroepen. En natuurlijk in medialand, kijkcijfers en scores. En het kan allemaal, en dus is straf genoeg. Bijvoorbeeld, dan zegt men, deze man geeft zich uit als zijnde de eigenaar of de CEO van Johnson & Johnson, Janssen & Pharmaceutica. Ja, ik heb dat voor een camera gedaan, omdat men voor uitzending iets wilde hebben. Sensatie. Sensatie. Ik heb mij nog nooit om naar geld te geraken tegen mensen gezegd, ja, ik ben hier de CEO van Janssen van Zinneka, om Johnson en Johnson, want dan plieg ik, dan maak ik me schuldig aan strafbare feit, dan komt er aangifte binnen. Dus dat is nooit niet gebeurd. Dus men moet ook geen dingen gaan verdragen of gaan verdoezelen, of een totaal andere waarheid gaan brengen om daar zelf beter uit te komen wanneer ik mij niet heb schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Bijvoorbeeld in de reportage van Hash LN staat er, zeggen ze, deze man geeft zich uit voor arts. Nee, ik heb een keer voor een tieroom in Oudnaden gezegd, in witte doktersjas, maar dat was een gewoon jas, het is warm weer, geef jouw kinderen en voldoende en drank. Maar ik heb niet gezegd, ik ben hier arts. Ja, dus... Er zit een verschil in. Een goed verschil. En ik weet ook wel de HLN sensaties. Dat weet ik ook. Maar dat was in die documentaire ook te zien. En daar kwamen dan mensen aan bod, zogezegd de slachtoffers dan, die dan zeiden dat je zei van, ja, ik heb miljarden euro's in een bank. En ik heb 60.000 euro nodig om dat te transporteren. Je hebt dat zelf ook gezegd, dat je zelfs een persoon zover hebt kunnen krijgen om twee vrachtwagens te sturen, om dat geld dan te vervoeren. Kijk, ik heb dat een keer medegedeeld aan iemand om te laten zien aan de maatschappij hoe ver de waanzin gaat. En sommige mensen hebben een enorme drang en de behoefte naar hebzucht naar geld. En inderdaad, dat is wel een waar gebeurd verhaal, dat men toen met een aantal vrachtwagens naar Monaco is getrokken om die miljarden te gaan ophalen. Maar als het enkel maar gaat om gebakken lucht en niet om honderden miljarden, ja, dan kunnen deze mensen enkel maar terugkomen met lege vrachtwagens. Ja. Nee, zo zat ik ooit opgesloten in het penitentiaire complex in Dusbrugge. Ik kon een advocaat dan ook doen geloven
dat er dus miljarden op de luchthaven gingen toekomen in Wilbergen. Ja, zegt ze, meneer, mijn man is een eigenaar van een plastic en fabriek. Ik zal vragen dat ik met zijn en privéjet mag aankomen op de luchthaven in Wilbergen. Ik zie het nog alsof het gisteren was. En die dame, die advocaat, is dan met een rolwagentje, een boodschappentasje, de gevangenis van Brugge binnengewandeld. Bij mij in de advocatenzaal. En zij dacht dat haar fortuinen aan miljoenen euro's in dat boodschappentasje gingen waaien. En dat ze dan de gevangenis terug ging kunnen buitenwandelen met een rijkelijk gefortuneerd en rolwagentje aan biljetten. Ja, spijtig genoeg heeft ze de gevangenis terug moeten verlaten met een leeg boodschappentasje. Je ziet de humor er wel van in. Ja. Is er een bepaalde film of character of ja, persoon dat je ooit hebt tegengekomen waarop dat je zei van zo wil ik worden? Of is het puur gewoon uit jezelf? Wel, kijk, ik heb altijd de drang gehad om het pleiten van advocaat Van Wassen over te nemen. Ook zijn manier van doen, ook de mimiek van advocaat Van Wassen. En ja, wanneer ik dan toch veel advocaten hoor, dan zeggen ze, ja meneer, u bent een kopie van advocaat Van Wassen. U, zoals advocaat Van Wassen pleit en het publiek en benadert, ja, jullie zijn en twee druppels water, want u doet het even goed als hem. Ja. Dus ben je wel trots op, sorry. Was er wel een toekomstige advocaat in u dan? Ik herhaal, advocaat Van Wassen heeft ooit mij in zijn boek geschreven van, kijk, had ik de kans gehad om te mogen studeren, dan was ik ofwel een goed zakenman geworden, ofwel een van de beste advocaten die België ooit heeft gekend. Nou, voelt je soms schuldig? Of schuldig? Totaal niet? In welke zin? Wel, als je bijvoorbeeld die persoon met die wagens laat afkomen en dat hij dan uiteindelijk gebakken lucht heeft. En dan soms niet even, of is dat totaal zo van, of voelt je goed dat je het gedaan hebt? Kijk, ik voel mij zeker niet schuldig. Natuurlijk moest ik het vandaag moeten overdoen, dat erken ik. En dan beken ik vandaag ook van, ik heb fouten gemaakt en is het geen heilige jongen. En ja, moest ik dat mogen overdoen, dan zou ik dat toch op een totaal andere manier doen. Dus ik keur ook niet goed de manier waarop ik in het verleden door het leven ben gegaan. Maar goed, het verleden is het verleden en ik zal altijd, iemand verdient ook een tweede kans. Ja. Ziet u dat als kattenkwaad op een ander niveau? Of hoe kijkt u ernaar? Kijk, u mag toch niet vergeten, als je jarenlang eenzaam bent opgesloten op een kamer bij uw ouders thuis, dan waren er een aantal mogelijkheden. Ofwel had je de kans om zelfmoord te gaan plegen, ofwel ontwikkel je een tikkende tijdbom. Want ja, u ontwikkelt wraak. U kunt geen kant weg. Of anders ga je dan, zoals mij dan, het derde, het overcompenserend gedrag gaan gebruiken, gaan uitoefenen. Overal waar je dan komt, zoveel als mogelijk aandacht te kunnen krijgen. Omdat dat een wijze is, een overcompenserend en gedrag is, overwegende. Omdat ik nooit in mijn leven moederliefde en vaderliefde heb mogen ervaren. En wanneer heeft u dat doorgehad, dit, de zelfkennis? Ja, als hele jonge jongen. Ik was minderjarig, bijvoorbeeld. Bij mijn ouders thuis stond er een telefoon met een hangslotje op, met een draaicirkeltje. Dus ik kon thuis nooit bellen. Goed, ik was minderjarig, amper 11 jaar. Ik heb gezegd, nu mag ik geen telefoon aanraken. Goed, maar ooit zal ik het 100-dubbele hebben. En vandaag heb ik toch alle smartphones die er dus kunnen bestaan. Ze hebben mij ooit in het Dr. Guzin museum in Gent, hebben ze ooit een tentoonstelling over mij daar neergezet. Dan hebben ze ook al die honderden smartphones in de glazen wand in de koffer ook tentoongesteld. Dus alles heeft een reden waarom iemand vandaag zo is, of waarom iemand op zo'n wijze, of op zo'n aparte wijze en functioneert en door het leven gaat. En hoe gaat u er nu mee om met die vraag naar aandacht? Of heeft u nu wel bijvoorbeeld aandacht dat u miste? Maar goed, kijk, ik heb geleerd, ik ben ook
een tijdje in behandeling geweest bij een neuropsychiater, dokter Pinson Karel in Knokke. En de man heeft mij leren omgaan van, ja, je kunt het ook op een andere manier doen. En ja goed, ik word nu ook door heel goede vrienden, door Henri, door Belle, door Hilde, door Alexander en door Febe en door Prins opgevangen. En deze mensen zijn voor mij ja, een soort van een tweede gezin, maar een echt gezin. En zij behandelen mij ook alsof ik hun eigen kind ben. Het is natuurlijk ja, echt heel erg wat er natuurlijk gebeurd is met u. Maar ja, langs de andere kant, als je bijvoorbeeld ja, mensen hebt die dat dan geld geven, die dat dan hun spaargeld geven bijvoorbeeld, dan begrijp je toch dat die ja, zich opgelicht voelen. Hè? Kijk, er zijn een aantal feiten gebeurd 15, 20 jaar terug, die inderdaad ook te maken hebben gehad met oplichting. En ik begrijp ook wel ja, hoe deze mensen zich daarbij voelen. En ik zeg u heel eerlijk, dat hoort niet, dat, daar is niks over goed te praten. En oké, okay, er zijn een aantal dingen gebeurd die, die beter niet hadden gebeurd. Ze zijn gebeurd, maar goed, dat is het verleden. Ja, okay. Dat kun je volledig afsluiten. Ja, maar ik reageer daar nu anders op. Vroeger zou ik zeggen, nou goed, die zijn dan maar opgelicht. Nee, niemand verdient vandaag om het slachtoffer te zijn van welk misdrijf dan ook. Ik vind dat dat totaal ongepast is. En gaat het nu over mij of over iemand anders? Ik vind dat ieder misdrijf dat men doet of dat bewezen wordt, wordt verklaard, dat moet geacteerd worden, dat moet benaderd worden, dat moet beoordeeld worden, daar moet een passende straf voor uitgesproken worden. Hoeveel jaar heb jij in de gevangenis gezeten van je leven? Kijk, ik denk dat ik met interneringen ja, toch wel 8 jaar en penitentiaire opsluiting achter de rug heb. Heeft dat u geholpen of niet? Nee, want ik zeg altijd, de gevangenis is het aardsparadijs om nieuwe strafbare feiten te gaan plegen. Ik geef u een aantal voorbeelden. Soms, of het Openbaar Ministerie, die de maatschappij dan moet beschermen, dan zeggen ze, ja, die kun je niet, die kun je maar beter zo lang als mogelijk opsluiten, want laat je dat soort figuren vrij, dan gaan ze binnen de 24 uur recidiveren en gaan ze nieuwe slachtoffers maken. Goed. Ik heb bewezen dat ik in gevangenisplunje de secretaresse van de gevangenisdirecteur van Gent heb opgelegd voor 450.000 euro. Terwijl mijn gevangenisdossier achter haar lag. Hey, dus ik heb dus bewezen dat mij opsluiten in het penitentiaire des milieu, dat ik de bezoekers, dat ik de gedetineerden die hun familie kwamen bezoeken, heb ik in gevangenisplunje ook voor 100.000 euro's opgelegd. Drie, ik heb zelfs een professor, een advocaat uit Gent, heb ik ook voor 50.000 euro opgelegd. Dus mij opsluiten in een penitentiair milieu, de gevangenis, is eigenlijk voor iemand zoals mij het aardsparadijs om nieuwe strafbare feiten te gaan plegen. Dus daarmee ga je de maatschappij niet op afdoenbare wijze kunnen beschermen. Ik ben eerder voorstander, zoals strafadvocaten. Ik denk aan Nathalie Bezret. Ik denk aan Anne van der Steen. Ik denk aan de advocaten uit Gent. Zij noemt meester Parmentier uit Gent, die zei ooit van misdaad, het loont niet. En u kunt beter een pedagogische coaching, een gestructureerde begeleiding uitbouwen, waarbij dat alle partijen een controle, een mechanisme hebben, maar dat je dan onder coaching iemand dus begeleidt. Maar iemand opsluiten en de sleutel weggooien, ja, dat biedt geen garantie dat de maatschappij op afdoenbare wijze... Dat doen ze in Zweden op die manier.
Wat? Op die manier gaan ze met gevangenen om. Om hem terug te kunnen laten gaan naar de gemeenschap. Zoals ik dus zeg, met begeleiding. Met begeleiding. Ja, dat doen ze ook in België. Maar ik moet je zeggen, met alle respect ook, dat de mensen van de PSD en de psychosociale dienst en het gevangeniswezen, die hebben altijd te weinig mensen. En men kan onmogelijk voor overbevolkte en gevangenissen voor iedereen op een even goede sociale enquête doen en een reclassering uitbouwen. Men moet nog dus meer investeren in middelen, in personeel, in dus mensen. Maar dat is België heeft nu eenmaal blijkbaar al jaren een tekort in justitie aan financiële middelen om iedereen een gelijkaardige behandeling te kunnen geven. Nee, zo zijn er ook geïnterneerden die voor een kruimeldiefstal al 15, 20 jaar in de gevangenis opgesloten zitten, zonder dat die mensen één seconde worden behandeld. Dat noemen ze dan, die zitten opgesloten op de psychiatrische annexen van het gevangeniswezen. Die krijgen daar pillen. Maar die mensen worden niet behandeld. Hun plaats is niet in de gevangenis, geplaatst is in een psychiatrisch midden. Als je dus in Nederland een TBS-maatregel krijgt, in vergelijking met de interneringsmaatregel, dan ga je in Nederland ook daadwerkelijk naar een TBS-ziekenhuis, waar je wordt behandeld. Als een geïnterneerde moet in België zelf via een advocaat ziekenhuizen aanschrijven, en de ziekenhuizen zijn meestal niet direct en geneigd om geïnterneerden op te nemen. En dan zeggen ze, er bestaat geen behandeling voor, of we hebben er geen plaats. En dan blijven deze mensen voor onbepaalde duur in de gevangenis opgesloten. Oké, ja, ik zou nog verder willen praten, maar we zijn al bijna een uur bezig. Dus, en mijn camera's kunnen ook niet langer aan, dat is het probleem. Ik vond het heel interessant. Mooie afsluiter ook. Zeker. Wat zijn de plannen, wat zijn de toekomstplannen? Nou kijk, u bent de eerste beeldende zender die mij mag filmen met een muts op. Ik heb een witte muts op. Mm. Ik heb die muts gekregen van een 13-jarig meisje, Belle. En ze zegt, u hebt koud. En ze gaf me deze muts, omdat ik dan warmte zou krijgen. En dat is eigenlijk het mooiste geschenk in mijn leven die ik heb kunnen krijgen van een kind die eigenlijk al het verstand heeft van iemand van 28, 29 jaar. En ik vind het mooi dat het gebaar van een kind is echt. En dan zeg ik, zij gaat waarschijnlijk een piloot worden of een advocaat of iets anders. En zij geeft mij moed en kracht, ook dit gezin, om alsnog iets te kunnen maken dus in mijn leven. En ik wil toch in de nabije toekomst mij vooral ook inzetten voor gedetineerden, geïnterneerden, die geen kans krijgen in onze samenleving. Dat is heel mooi. Ik hoop dat het lukt. Veel succes ermee. Ja, en misschien ooit toe is deel 2, als we wel langer kunnen praten. Top, ja, nice. En een andere mens. Goodbye. Ciao, kids. Goodbye. Bye.